Helemaal leuk dat jullie kijken. Dit is de nationale beatwedstrijd van Bit72. Ik hoop dat jullie leuk hebben geboden afgelopen week. Ik heb een hand eruit gepakt. Hand 1. Een ogenschijnlijk eenvoudige hand. Zeker als je gewoon via alle basisregels biedt. Maar als je tegen heilige huisjes durft te schoppen, dan kom jij uit met een 10. Ik deed dat. Ik open een sans. Ik heb een verdeelde hand. Mijn partner biedt 2 harten, minimaal een 5 kaart schoppen. Transfer. 2 schoppen is bijna automatisch. En na 3 sans heb ik de keuze. Normaal gesproken zou je zeggen, met een 3 of een 4 kaart schoppen, bied je 4 schoppen. Dat is in ieder geval de basisafspraak. Want je partner heeft 5 schoppers en je hebt dus een schoppenfit. Nou, omdat ik hier een 4-3-3-3 verdeling heb, kies ik ervoor om te passen op 3 sansen toe. Dus de tip is ook eigenlijk, op het moment dat je partner een transfer heeft gegeven en hij biedt 3 sans en je hebt een 4-3-3-3. Het kan dus zijn als hij een transfer heeft gegeven naar schoppen, maar ook met 2 ruiten naar 2 harten. Heb je een 4-3-3, pas op 3 sansen toe. Vaak is dat beter en niet alleen maar in een parenwedstrijd, maar zeker ook in viertallen. De kans is gewoon groter dat het beste contract is. Het voordeel van toespelen is enerzijds, je kunt aan de korte kant introeven. Dat heb je niet, want je hebt geen korte kant, je hebt een 4-3-3-3. Ofwel, ze spelen een kleur kapot. Dat kan wel eens, maar zeker hier met heel veel middenkaarten. Ja, zul je zien dat 3 sans vaak de juiste keuze is. Nou, hier zien we de resultaten. Eigenlijk iedereen kwam in 3 sans of 4 schoppen. En het is redelijk gelijk verdeeld, hoewel toch nog bijna 2 keer zoveel 4 schoppen bieden. Wat ik me natuurlijk heel goed kan voorstellen. Wat verder nog een tip is, meer een soort overweging. Als je dit soort situaties hebt en je twijfelt wel eens van, nou, kan het wel eens zo zijn dat sans beter is dan schoppen? Probeer in ieder geval dan op het moment dat je een gebalanceerde hand hebt, dat betekent dat je een evenwichtige verdeling hebt, probeer ook dat je partner het voorstel mag geven. Dus geef je partner soms het voorstel om eventueel dat hij 3 sans mag bieden, waarop je dan kan passen. Dus ga niet te snel altijd naar 4 harten en 4 schoppen, maar bedenk ook van, zou 3 sans wel eens beter kunnen zijn? Helemaal goed. Ik zeg veel biedplezier deze week. En ik zie jullie graag volgende week weer terug. En dan bespreek ik natuurlijk weer een heel leuk handje. Fijne biedweek.